Het 49er FX-duo Odile van Aanholt en Marieke Jongens heeft op de World Cup in Genua goud gewonnen. In de afsluitende medalrace met de beste 10 boten kwamen ze als eerste over de finish. En daardoor pakken ze 10 kostbare punten in de strijd om de nationale selectie voor de Olympische Spelen. We zitten al een jaar lang bij die top. We zitten iedere keer tegenaan en kwam het net niet tot zijn uiting. En ik ben gewoon echt heel emotioneel dat eindelijk dat we... We zeiden ook, we gaan gewoon voor een interne selectie of niet, we gaan gewoon voor een podium. We gaan voor een medaille. We kunnen dit. Dus het is heel fijn dat het eindelijk... Lukt dus ook. In de strijd om de nationale selectie doen wereldkampioenen Annemiek Beckering en Annette Duits minder goede zaken. Zij sluiten de World Cup af als 9e overall. Daarmee pakken ze slechts 2 punten in de nationale selectie. We staan er niet goed voor. De anderen hebben gewoon heel goed gevaren en wij niet. En dat is dan gewoon nu is dat gewoon niet leuk. Maar ik denk dat we vooral nu gewoon nog overheerst dat we gewoon niet goed genoeg hebben gevaren op het moment dat we wilden pieken. En ik denk dat dat gewoon het allerrotste is. De tweede en allesbeslissende wedstrijd voor de nationale selectie is het Europees kampioenschap in Weymouth. Die wordt gevaren tussen 13 en 19 mei. Het gaat gewoon door, verandert niks. De druk ligt nu bij hun, zou ik zeggen. Wij gaan gewoon weer lekker varen volgende keer en gaan het zien. Het EK zal een heel ander evenement zijn. Er zal ook weer een aantal andere boten bij zijn. Niet zo'n hele lichte, onstabiele wind. Er is ook wel kans op gewoon wat meer wind en wat echtere grote races. Ik denk dat dat wel in ons voordeel is. We gaan daar gewoon weer opnieuw in, dat is een nieuw evenement. En als we daar gewoon zo goed mogelijk varen, dan meer kunnen we niet doen.